De geschiedenis moet herschreven worden, waarbij er duidelijk aangegeven wordt dat deze drie mannen geen misdadigers waren, zegt Clifford Antonio, secretaris van Federatie voor Afrikaans Ranamang. Vandaag vond aan de Heilige Weg de 190ste herdenking plaats van drie vrijheidsstrijders, Kodjo, Mentor en Present. De herdenking begon met een pijnoffer en het plaatsen van bloemen bij het monument. Voor secretaris Antonio is een van de aanvoelbare voordelen van de strijd van deze drie vrijheidsstrijders de huidige vrijheid. In die tijd was het uitzichtloos en er waren geen mogelijkheden om op te komen voor whatever. Het was niet mogelijk. En toch, die kleine openingen die er nog waren, heeft men toch gebruikt en men heeft een leven op het spel gezet. Risico's genomen, want men wist vooraf wat zijn al die strafmethodes die zouden kunnen volgen en wat voor soort type straf men zou kunnen krijgen voor het plegen van verzet. Dus als je me vraagt wat ze de vergelijking zijn van de durf en het karakter die de mensen hadden, ruggengraat om echt op te komen voor dingen die niet kunnen. Een volk zal haar geschiedenis niet respecteren als de ontwikkeling zich er niet voor leent, zegt Antonio. Die pleit voor het zoeken naar een structurele aanpak voor het stimuleren van deze mentaliteit. Alsmede een beter beleid op geschiedenisniveau. We hebben gemerkt dat de mens van vandaag geïnteresseerd is in hun geschiedenis. Als ze ook ergens gestimuleerd kunnen worden, dat ze bijvoorbeeld ook beter ervan kunnen worden. Dus dan bedoel ik van, zeg maar als er een, je de mensen zou stimuleren om kleine ondernemers te worden of dat er ontwikkelingen in hun gebieden kunnen plaatsvinden, dan is men wel bereid. Maar men is niet, men struggelt elke dag met het normale alledaagse leven. Om, hoe kom je uit? Hoe breng je ontwikkeling in je gebied? Snap je? En als die mogelijkheden er niet zijn, dan heeft men bitter weinig aandacht voor hun geschiedenis. Maar ziet men mogelijkheden, zeg maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar hoe ruim het binnenland is. Het binnenland is het best georganiseerde deel onder de doelgroep. En als je ziet de mogelijkheden die men daar heeft, je ziet al de gelden die men daar verdient, binnen goud, hout, noem maar op. En als je kijkt wat men ervan overhoudt, dan zie je van, het is niets. Het is belangrijk te werken aan een mentaliteitsverandering die zal leiden tot een eenheid. Die moet bijdragen aan het verbeteren van ons land, besluit Antonio.